Zo so do the work, Sharita. Als je voelt, als we voelen dat we wegleiden. Ik voelde de, uh, nou ja, wegleiden doe ik niet meer. Maar het stormt. I do the work. This is a challenging time. This is a moment of gold. God geeft me een healing opportunity and I'll take it. I'm taking it. It's mine. En I do my work. I do, the, I do the work. Ik loop die 100 kilometer. Ik loop die berg op. Ik, ik struggle. Ik vecht. Niet meer. Maar ik loop de berg op. Ik zweet. Ik adem niet meer. Ik denk dat ik bijna niet meer kan. Uh, dan komen we nog op die levitation. Van, oh, ik krijg bijna geen adem meer. Te weinig zuurstof in de lucht. Eh, boven op de berg. Maar... Ik doe het, ik loop, want ik weet uiteindelijk dat aan de top van de berg... ik een uitzicht krijg waarvan God hem ooit voor mij gewoon bedacht heeft. Een soort schilderij, het is prachtig, het is paradijs. Het is het mooiste wat ik ooit in mijn leven gezien heb. But I'm willing to do the job. We staan op, you rise, and you, you do the work. We do the work. Dit is, dit is de tijd voor ons als lichtwerkers... Om onze mouwen op te stropen en te zeggen: Naar God of het universum of het licht. Te zeggen: I am willing to do the work. So humanity can vibe with me. So humanity can vibe with me. Deze afgelopen paar weken ook. I am willing. I'm willing to do the job. I'm on my knees. I am willing to do this. Het is donker. Het is zwart. Het is de nacht. Het is grijs, het is donkergrijs, het is lichtgrijs, het is middengrijs, maar ik wil naar het licht. En hoe we dat doen, dat is het doorheen. But we are doing it. We are willing to do the work. Want uiteindelijk is het uitzicht, het paradijs, de nieuwe wereld en het is zo mooi. En we laten ons niet achter ons, we laten ons niet verlangzamen, we laten ons niet tegenhouden, we laten ons niet wijsmaken, we laten ons niet <tus> Vertragen. We laten ons begeleiden. We laten ons leiden. En we weten dat het licht altijd weer naar boven komt schijnen. I'm willing to do the job. Is dat?